In deze opgave kijken we naar een steen die in een put valt en we krijgen dat de steen 2,0 seconden valt voordat hij de bodem van de diepe put bereikt. We mogen de luchtweerstand verwaarlozen en de vraag is om aan te tonen met behulp van een diagram dat de put 20 meter diep is. Ja, wat altijd geldt met een toonaanvraag is natuurlijk dat je tegen jezelf zegt nu: Oké, okay, ik moet dus Berekenen of bepalen hoe diep de put is. En ik doe net alsof ik niet weet dat dat 20 meter moet zijn. En aan het einde van de vraag kun je dan checken of je het goed hebt gedaan. Maar we moeten er ook een diagram bij gaan gebruiken. En om dat te kunnen, moet je tegen jezelf de volgende dingen kunnen zeggen. Als eerste dat de steen een vrije val uitvoert, want er is geen luchtweerstand. En op het moment dat een voorwerp een vrije val uitvoert, dan weet je de versnelling waarmee het voorwerp valt. En dat is natuurlijk ook een valversnelling. En die is 9,81 meter per seconde in het kwadraat. Tenzij er iets anders staat in de vraag. Als je hiervan een grafiek gaat maken, een VT-diagram, dan moet je ook weten dat dit inhoudt dat er een rechte lijn komt te staan in jouw VT-diagram. Een rechte lijn die begint in de oorsprong, want op het moment dat je de steen loslaat, uh, dan heeft de steen nog geen snelheid. En die snelheid neemt in de loop van de tijd gelijkmatig toe. En nu zijn we al bijna bij het antwoord. Want als je een grafiek hebt gemaakt, een VT-grafiek, dan is het oppervlak onder de grafieklijn gelijk aan de afgelegde weg. En in ons geval is dat ook meteen de diepte van de put. Ik heb hier de grafiek geschetst en ik heb er ook de meetwaarde bij gezet die ik weet of die ik heel snel kan berekenen. Ik weet dat de steen 2 seconden valt. En ik kan vrij snel berekenen dat als de valversnelling 9,81 meter per seconde in het kwadraat is, dat die na 2 seconden 2 keer 9,81, oftewel 19,6 meter per seconde gaat. Ik kan hier dus een mooie rechte lijn trekken en ik kan ook meteen aangeven het oppervlak onder de lijn. En ook dat oppervlak kan ik vrij snel nu berekenen. Want het oppervlak van een driehoek is natuurlijk. Een half maal de hoogte maal de breedte. En ik heb hier al de waarde van de hoogte en van de breedte in mijn grafiek gezet. Als ik dat uitreken, krijg ik een half maal mijn eindsnelheid v maal de tijd dat die valt, t, is 19,6 maal 2. En als je dat afrondt op twee cijfers, komt er dus uit 20 meter. De tweede deelvraag van deze opgave is de volgende. Een meisje. Femke genaamd laat de steen vallen in de put en de vraag is bereken naar hoeveel seconden zij hoort dat de steen de bodem van de put heeft bereikt. En dat klinkt misschien als een hele simpele vraag, want we weten toch al dat de steen in twee seconden naar beneden valt. Maar er zit een klein addertje onder het gras. En dat addertje daar word je al een beetje naartoe geleid, want in de vraag staat uh, de tekst de temperatuur is gelijk aan 20 graden Celsius. Die hebben we dus nodig. Nou, we gaan weer even de uh, denkstapjes doornemen. Het allerbelangrijkste denkstapje is dat je doorhebt dat er twee bewegingen zijn waar je rekening mee moet houden. En ik zal ze hier laten zien. De eerste beweging is de steen die een paar versneld naar beneden valt. Maar op het moment dat de steen de grond raakt, gaat er een geluidsgolf van beneden naar boven. En pas wanneer de geluidsgolf boven is aangekomen, kan Femke pas horen dat de steen op de grond is gekomen. Dus de vraag is nu eigenlijk... Hoe lang doet die geluidsgolf erover om van beneden naar boven, naar de opening van de put te komen? En daar heb je een belangrijk gegeven voor nodig, en dat is de snelheid waarmee de geluidsgolf beweegt. En die blijkt eh, afhankelijk te zijn van de temperatuur. Als je BINAS erop eh, naslaat, dan zul je vinden dat bij een temperatuur van 20 graden Celsius de geluidssnelheid 343 meter per seconde is. Wat we nu kunnen uitrekenen is de tijd die de geluidsgolf overdoet om van de bodem van de put naar boven te gaan. En daar hebben we de formule uh, S is V mal T voor nodig. Omgezet levert dat delta T is S geltor V. We weten S, de put is 20 meter diep, we weten de snelheid. En dan kun je het uitrekenen en dan blijkt dat uh, binnen 0,058 seconden het geluid bovenaan de put is aangekomen. Nu kunnen we gaan Uitrekenen hoe lang we in totaal moeten wachten voordat femke het geluid hoort. In totaal geldt natuurlijk dat de steen 2 seconden erover doet om naar beneden te vallen. Het geluid doet er 0,058 seconden over om naar boven te gaan. Die twee waarden moeten we bij elkaar optellen, dan krijgen we 2,058 seconden. Maar dan moeten we wel even de rekenregel voor significantie gaan toepassen. Wanneer je uh, meetwaarden bij elkaar optelt. Um, de eerste meetwaarde weten we op één cijfer significant. De tweede op drie cijfers achter de comma significant. Sorry, ik zei het net verkeerd. Um, dan moeten we ons antwoord geven op één cijfer achter de comma. En dan moeten we het goed afronden en dan komt er dus uit 2,1 seconden.